Momenteel ben ik bezig met de opleiding airco en warmtepompmonteur. Ik loop stage bij Van Berken, een bedrijf die vooral airco's installeert. Onderhoud doet aan airco's, eventueel elektro. Op dit moment is mijn rol vooral om te leren de handelingen om een airco te kunnen plaatsen. Vooral heel erg goed op te letten wat mijn mentor, leermeester laat zien. Ik heb hem zo aangesloten, maar ik vind de druk zo wel hoog, maar is dat zo goed? Ja, ik heb hem goed aangesloten en de druk is nu nog hoog. Zodra de machine daar aanslaat, zul je ook zien dat die druk ook een stuk gaat zakken. Met de voorbereidingen voor het systeem, voor mij op dit moment, is het vooral dat ik de werkzaamheden moet doen om mijn collega's proberen te helpen met hun werkzaamheden. Gaten boren, eventueel wat beugels ophangen. Nou, het is het voorbereiden van het project, het aanleggen van het systeem, het controleren van het systeem en het in bedrijf nemen van het systeem. Nou, de storing is verholpen en we kunnen weer dichtmaken. Mooi. Ja. Het is heel veel puzzelen wat betreft van hoe kom je ergens waar je moet zijn met je sowieso apparatuur. Gaten boren, de beugels ophangen, de airco om die te installeren. Waar mag je hem hangen, waar kan die hangen? Ik moet toch wel zeggen, hij kijkt ver vooruit. En dat is wel heel belangrijk, omdat je toch wel moet weten wat om de hoek zich afspeelt. Of wat je tegen gaat komen. En daar houdt hij wel heel goed rekening mee. En dat is prettig.